groot. En dit is in zijn elastiekjes groot, hè? En ze zijn ook heel dik. En ook heel rechtbaar. We hebben dit al eerder gedaan. Maar waarschijnlijk hebben jullie het al geraden. Het is de exploderende watermeloen. Maar dit keer doen we het met een hele grote. Ja, ik zit in de gevangenis. Okay, tot de volgende keer!